derde wedstrijd zit erop. Wat is een beetje in het algemeen je gevoel? Van het toernooi of deze wedstrijd? Toernooi. Oh, toernooi. Hij zei dat niet, hè? Ja, zonde denk ik. Want eigenlijk denk ik dat we het eigenlijk in de eerste wedstrijd gelijk hebben laten liggen bij de Zweden. Want als je tegen Zweden bent, één in België, dan heb je, sta je gelijk pole position. Nu moet je een beetje achter de feiten aanlopen. En ja, we krijgen alleen de credits voor deze wedstrijd. Ja, dat krijgt Nederland wel vaker, maar het is wat waar ik mee moet doen. Ik denk alleen leuk dat we met een nieuwe groep bezig zijn. Dat er heel veel jonge gasten ook heel veel potentie hebben om leuke dingen te doen. Ook een nationaal team, maar ook een clubverband denk ik, als ze uit college komen. En nee, alleen maar positieve berichten vanuit mijn kant, hoe de guys dit gedaan hebben. Ja, hoe was dit voor jou? Want, nou ja, totaal nieuw team, totaal nieuwe rol misschien wel een beetje. Heb jij dat beleefd? Ja, goede vraag. Ik vind het ook een beetje lastig om die vraag te beantwoorden. Ik ben ook een beetje zoekende hier en daar natuurlijk. Het is ook een korte periode voor mij geweest, de 4 weken. Kijk, met een speelstijl, een hele andere speelstijl dan ik normaal gewend ben. Of hoe ik eigenlijk normaal speel. Dus ja, voor mij is het ook een beetje zoeken hier en daar. En ik was ook natuurlijk wat later aangeschoven. Dus probeer zo snel mogelijk in te schuiven hier en daar. Dus, ja, uiteindelijk is het gewoon aanpassen zo het heet, hè, Luc, en dan gaan we weer verder en hopen we gewoon het beste van te maken. En ja, nu is het einde, misschien het einde, dat weten we niet, dat we gaan één kleine kans, maar we gaan het wel zien. Hm. En krijg je dan nu ook al een beetje zin misschien al voor het aanstaande kwalificatiewindow? Ja, laten we zeggen, als dat in november was, hadden we ook wel iets kunnen zeggen, maar dat is nu pas in februari. Ik denk dat het nu belangrijk is voor mij, als het vanavond afgelopen is, dan komt er een nieuwe chapter en dat is de Valencia ACB. Het is ook een hele moeilijke, spannende, een beetje nerveuze situatie, maar dat is oké. Dat is geen schrik van mee. We kijken naar uit om daar even aan te schuiven en het best van te maken. Want dan kan ik eigenlijk in plaats van 2 maanden, kan nu een heel jaar kan ik proeven wat ACB is. En ik denk dat dat gewoon het leukste is, het mooiste is van de basisspeler. Dat meet ik nog maar. Thanks.